Volgens brancheorganisatie MKB Nederland krijgen ondernemers waar voor hun geld in Rijsseholte. Ook zeggen ze tevreden te zijn over het gemeentelijk bestuur. Ik denk dat het komt door jarenlang goede samenwerking met gemeenten, dat zowel ondernemers als de gemeente samen in hebben gezien dat we in een tijdperk leven dat we met elkaar anders ondernemen moeten. En ik moet zeggen dat de laatste 3-4 jaren die contacten intensiever en intensiever worden, waardoor de drempel van de ondernemer om bij de gemeente naar binnen te stappen eigenlijk steeds kleiner wordt. En als er een vraag is of je wilt iets overleggen met de gemeente, dat die mogelijkheden eigenlijk steeds makkelijker gemaakt worden door de manier hoe de gemeente zich opstelt. En natuurlijk is de gemeente trots op de prijs. Ja, we staan goed op de kaart nu. Dat doen we eigenlijk al jaren. We deden al jaren mee in deze competitie. En altijd in de top van de lijstjes. Maar om dan toch een keer echt als beste van Nederland uit de bus te komen, ik denk dat dat wat op gaat leveren. Behalve dat de MKB-vriendelijkste gemeente uit Overijssel komt, is de provincie zelf ook gekozen tot MKB-vriendelijkste provincie van Nederland. Daar zijn we als Overijssel natuurlijk trots op. Het zijn natuurlijk ook de gemeenten die dat met elkaar hebben gepresteerd, Rijsseholte voorop. Wij realiseren ons dat midden- en kleinbedrijven zijn Overijssel echt het fundament van onze economie. Als je je economie wilt laten groeien, de werkgelegenheid wilt laten groeien, dan zul je echt bij dat midden- en kleinbedrijf moeten beginnen. Het belangrijkste is denk ik dat we met z'n allen als ondernemers in de provincie het moeten willen uitdragen. En als je het samen uitdraagt, dan kun je die parafunctie gaan creëren, waardoor je als krachtige provincie profileert en daar de komende jaren hopelijk, en ik weet eigenlijk wel zeker, samen heel veel succes uit kunt halen.